Hallo allemaal. Vandaag is het... Nou, zit het. Even netjes aankleden, hè, voor de video. Goeiedag. Hallo allemaal. Vandaag is het kaaspizza dag. Ja, dus we gaan gewoon een kaaspizza tekenen. Doe je weer mee? Ja, een kaaspizza. Hoe teken je die dan? Nou, laten we dan maar gewoon weer beginnen met de ronde vorm. Maar laten we daar wel gelijk dan een stuk uit halen, zo. Ja. Dan doen we dat stuk zo. Dat zit dan al op een mes of zo. En dan de bodem natuurlijk. Pizza bodem. Die is hier dan afgesneden, maar er zitten van die kaassliertjes zo. Die trekken dan nog aan die punt. Zo. Met andere woorden, die punt komt niet echt goed los, want er zit allemaal kaas natuurlijk. Die trekt van die slierten eraan. Ja, die zit dan op een ja, wat heb je nog meer op het kaaspizza? Daar kunnen we natuurlijk wel eens een blaadje basilicum op liggen en zo. Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon kaas. En hier door die draden kan je dat een beetje aangeven zo. Nou, spatel waar die pizza op ligt zo. Kaaspizza ligt dan weer geen tomaat. Vaak is het gewoon inderdaad alleen kaas. Misschien wel wat kruiden natuurlijk. Dat maakt het wel lekker. Inderdaad die basilicum. Oregano kan er ook wel eens op zitten. Ik heb van de zomer pizza's gebakken op de... Op zo'n barbecue grill, zo'n gas. Hoe heet dit zo? Zo'n schot op braai, zeg maar. En met een pizzasteen. En dat ging eigenlijk heel goed, moet ik zeggen. Wel uitkijken dat het niet verbrandt, want het kan soms heel snel gaan. Zet hem dan op de laagste stand en dan. Ja. Hier nog wat streepjes doen zo van dat het ook beweegt. Hè? Dat het naar boven gaat. Je ziet het, pizza heeft wat last met moeite met loskomen vanwege de kaas. Misschien moet je zelf, het is wel kaaspizza dag, maar misschien moet je zelf ook eens kijken van of je ook nog andere pizza's kan tekenen. Volgens mij hebben we in het verleden al eens een keer, dit jaar al een keer, een salami pizza getekend. Gooi er zelf wat leuke dingen op en teken het. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.